Ik ben Stijn trouwens van Verbeterde Buurt. Ik vertel heel graag over Verbeterde Buurt. Het kan zijn, hij kom Verbeterde Buurt vormen. Of het kan zijn, het wordt een Verbeterde Buurt. Dat is eigenlijk het verschil voor mij dan in ieder geval tussen participatie en een goed meldingssysteem. Als wij bij een gemeente komen, en dat doen we best wel regelmatig. Wat we dan te horen krijgen is van ja, we hebben, dat is een voorbeeldje van dingen die ik hoor. We hebben een meldingssysteem en dat werkt prima. Dat werkt ook prima voor hun. Maar over het algemeen is het nog niet zo makkelijk als dat zij denken dat het is. Tenminste in mijn optiek. En misschien is het wel een leuk idee om eventjes te gaan kijken hoe dat dan zou moeten als we bijvoorbeeld hier buiten zouden lopen aan de kade. En het is 's nachts en die ene lantaarnpaal is kapot. En je wil daar wat over zeggen. Waar gaan we dat doen? Nou, mijn gok is gemeente. Aangifte doen voor hondenbelasting, een afspraak maken om goed vuil op te halen, verhuizen, weer aan het werk, parkeren in Rotterdam, inburgeren, digitaal. Nou, ik heb het ook al uitgezocht. Dan moeten we naar mijn loket. En dan gaan we zo direct inloggen met DigiD. Dat duurt ook even. Moeten we wachten op een sms'je. Als we dan helemaal daar zijn, dan zal je zien dat er een heleboel categorieën zijn waar je dat in moet vullen. En iets belangrijks, als ik nu deze melding zou versturen, ik zal het niet doen omdat het een onzinmelding is, dan kunnen we ook niet meer controleren. Tenminste, ja, ik moet dan gaan controleren of er iets mee gedaan wordt. Maar het wordt in het beste geval wordt het ergens gepubliceerd waar je het dan ook weer niet kan vinden. En in het slechtste geval, er zijn zat gemeentes, alle gemeenten doen het op hun eigen manier, is het niet meer terug te vinden. En andere mensen die weten ook niet dat ze dat gedaan hebben. We begrijpen dat voor gemeentes interne systeem belangrijk zijn, allerlei data. Daar willen wij wel rekening mee houden, maar wij springen hierin om burgers gewoon te helpen, om die drempel lager te maken. Je kan meldingen plaatsen, zoals hier. Tijd voor een nieuwe bestrating. Dan heeft die keurig beschreven dat aan de laan waar die persoon waarschijnlijk in de buurt woont, de kinderkoppen eruit komen. En als je wil, kan je daar op reageren, kan je erop samenwerken. En het voordeel daarvan is dus dat je kan keurig in de gaten houden met een geschiedenisje van wat is er gebeurd, hoe wordt deze melding behandeld. Wij denken dat een makkelijk meldingssysteem dat heel belangrijk is. Maar daarnaast denken wij dat het belangrijk is dat je mensen ook zelf daarna mogelijkheden geeft om dat uit te bouwen. Want je kan het hieronder zelf delen op je Facebook of je Hives. Kun je er een stukje over schrijven. Als je mijn melding mooi vindt, dan mag je erop stemmen. En naast gewoon meldingen maken, kan je bij ons ook initiatieven starten. Het idee nu is dat het een melding is die te abstract is om direct door te sturen. Dus laten we deze even erbij pakken. Ene Rianne heeft het toegevoegd en die wil op het Noordereiland een grasveld. Wat wij dan zeggen is, als we dit naar de gemeente sturen, dat werkt niet. Dus zorg eerst dat je medestanders nodig hebt. Dus dan moeten er stemmen komen. Je kan ook op een probleem stemmen, maar hier heeft het duidelijker een functie. Nu is het zo, op het moment dat er 10 medestanders zijn, dan gaan wij er iets mee doen. Ideeën die boven een bepaalde drempel komen, daar maken we nu nog een goede gewoonte van. Die houden we bij en daar reageren we op. En in dit geval is het dan ook de bedoeling dat je die mensen daaronder reacties op gaan geven en ook ideeën geven. Kijk, deze Rianne bijvoorbeeld doet het heel goed. Die heeft vervolgens gezegd wat de gemeente Rotterdam daarmee heeft gedaan. Lokale nieuwsmedia, Parool is een Amsterdamse krant. Wat hebben we gedaan? Op het Parool laten we onze meldingen nu zien. In dit geval in de vorm van een iframe, dat je helemaal mee kan doen. Het leuke daarvan is dus dat we het dan een stapje verder nemen dan Verbeterde Buurt. Het maakt, van wat ons betreft, is dit Parool, wat speelt er in je wijk? Zij gebruiken gewoon onze data en onze interactie om datzelfde te doen op een gebied waar zij in geïnteresseerd zijn. Die richting willen we uit. Dat we gewoon het platform zijn waarop meldingen en ideeën worden verzameld. En dat wij daarin een rol nemen, maar dat de front-end best gevuld mag worden door het Parool of een iPhone-app van Logica. En dat was mijn verhaal.